Nou, de tweede etappe van de Sterrenstedt Talent Tour gaat van Den Bosch naar Rosmalen. Dus waarschijnlijk een sprinters etappe. En wel een kans voor aanvallers om die dag in de aanval te gaan. Voor een eventuele sprinttrui of een tussensprint. En ik weet dat het de thuishaven is van Joop Piels. Dus die mannen zullen heel gemotiveerd zijn om daar zichzelf te laten zien. En hoe gaat zo'n etappe in zijn werk? Want je moet direct bij zo'n aanval bijzitten, denk ik? Ja, vaak gaat er de eerste paar kilometers wordt het alle hens aan dek om mee te zitten in de ontsnapping. En dan daarna willen de sprintersploegen het gaan controleren. En dat kunnen wij ook zijn, want wij hebben ook een paar jonge sprinters in de ploeg. En die kunnen dat werk ook heel goed aan.